Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik even zitten voor de lente-equinox 2024. Deze vindt plaats op 20 maart. En dit is eigenlijk een moment als er bijna een gelijke lengte is van dag en nacht. Hoewel eigenlijk de hoeveelheid daglicht dan iets groter nog is, is het toch bijna gelijk. In de astronomie markeert de lente-equinox de eerste dag van de lente. Nou, klinkt dat eigenlijk wel heel erg logisch natuurlijk. De terugkeer van meer zonneschijn, warmere temperaturen, bloeiende bloemen, vogels die weer uit volle borst aan het fluiten zijn. Eigenlijk alles waar we allemaal wel op zitten te wachten. Maar het is dus echt enorm voelbaar aan het worden, ook met die energetische kantelpunt in jezelf, als je bewust leeft met de seizoenen. Nu hebben we het natuurlijk nog steeds wel eens, ja, dat je merkt in het maatschappelijke stuk dat we vooral leven in de yang-energie. Dat ook de yang-energie, de mannelijke energie, meer gewaardeerd wordt dan de yin-energie, de vrouwelijke energie. En als we dan de afgelopen maanden de tijd hebben genomen om echt naar binnen te keren, wat dus gerelateerd is aan yin-energie, de vrouwelijke energie, dan ben je dus aan een bepaalde fundament, eigenlijk een fundamentele basis aan het bouwen geweest. En dan zal het dus ook zomaar kunnen zijn dat de energie die dus nu gaat komen, die mannelijke energie, het naar buiten treden, het opbloeien, erop uitgaan, dat het uitputtend soms aan kan voelen. Ondanks dat we allemaal zin hebben in het voorjaar, kan het soms ook wat energie vreten. Terwijl het wel de tijd is om nu zelf te gaan groeien, maar ook te bloeien, maar vooral het stukje loslaten. Want de wintertijd in yin-energie is rust nemen, naar binnen keren, minder behoefte om veel te creëren. Nu is de yang-energie, dus die mannelijke energie die zich weer aandient, komt de energie van het creëren er weer aan. Het groeien, daadkracht, naar buiten gaan, het bloeien. En de zaadjes in jouzelf willen dus aandacht hebben om te gaan groeien. En nu is het dus aan jou om dit ook met liefdevolle energie toe te laten. Doordat de wil in het energetisch veld dus groot is om te laten groeien, mag je juist ook hierin de rust vinden. En dan klinkt dat heel tegenstrijdig natuurlijk. Maar ik bedoel er eigenlijk mee dat jij de tijd mag nemen om te ervaren hoe de yin en de yang, dus die mannelijke energie, weer terugkeert in jouw leven, in de tijd waar we nu naartoe gaan. En wat dit met jouzelf doet. Ga je eigen dus dan ook afvragen, heb ik voldoende ruimte in mijn leven voor iets of iemand nieuws? Stel dat jij graag een nieuwe baan zou willen of een nieuwe richting wil, openstaan voor een relatie. Maar is dat wel echt zo? Heb je die ruimte gecreëerd of ben je toch nog te veel naar binnen gekeerd? Wat heb jij nodig om toch in dat stukje balans te komen waarbij de yin, maar ook de yang energie dus in balans is? Leg jezelf dus ook de vraag op, hoeveel tijd gun jij jezelf om hierin te groeien? Dus hoeveel tijd gun jij jouzelf om je balans weer terug te krijgen naar een periode van naar binnen keren, naar een periode van vrouwelijke energie? En als je nou als man of als vrouw aan het kijken bent, dat maakt helemaal niets uit. Het gaat er echt om van hoe het in jouw situatie in balans kan komen. Want iedereen heeft een andere balanslevel, andere items wat belangrijk is, andere inzichten, andere doelen, maar ook andere gevoelens. Dus ga je eigen ook zeker niet vergelijken met een ander. Want dan zul je ook merken dat jij eigenlijk het pad aan het bewandelen bent van een ander. En dan verlies je jezelf in de hele situatie. Dus mocht jij nu het inzicht krijgen en de drive hebben van ik wil groeien, ik wil dit, ik wil dat en bam, 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 bam. En je wil ervoor gaan. Neem dan ook echt even die pauze moment. Ga even stilstaan. Keer even terug naar binnen en ga voelen wat dit met jou doet. Want het voelen en de drive om door te zetten, daar mag dus dat stukje balans in gaan komen.
Maar we gaan vandaag eens even kijken dus wat er in het energetisch veld in de kaarten naar voren mag komen. Wat ik over mag brengen op jullie. Tik-tak. Het is de tijd. Tijd om nu te gaan voelen. Tijd om loyaal te blijven aan jezelf. Yin-yang energie. Die zelfverzekerdheid. Prettig in omgang. De ambitie om ook de balans te weten te behouden. Je hebt zelf de sleutels tot je eigen... Ja, misschien zelfs wel magische wereld. De sleutel tot het succes. Alleen... Pak jij de juiste stroming of niet? En we krijgen eruit een rechtvaardig. De balans. De balans tussen jouw mannelijke en vrouwelijke energie. De dualiteit daartussen. Kennis heb je al in jou zitten. Innerlijk weten heb je al tot je genomen. Alleen hoe ga jij dit vrouwelijke stukje nu gaan combineren met de mannelijke energie? Van de naar buiten gaan, de zaadjes laten groeien, erop door te pakken. Hier ga jij inzichten over krijgen. En die inzichten zullen eerder tot je komen. En dat kan dus zijn door middel van synchroniciteit van dubbele getallen. Denk aan, de meest voorkomende is voor heel veel ook 11-11. Nu hebben we natuurlijk veel meer spiegelgetallen of dubbele getallen. Denk ook aan bijvoorbeeld als je elke dag op de klok kijkt dat je 14-14 ziet of 18-18. Overal zitten daar extra boodschappen aan vast. Als dit een herhaling is, dan is daar vast vaak ook een extra bevestiging voor jou. Dat jij in het pad loopt van jouw energiestroom. Of op het pad loopt van jouw energiestroom. Dat je echt wel op de juiste pas aan het lopen bent. Kijk, want ik heb het net over 11-11. We hebben 8 en 3 maakt ook 11. Het stukje ook weer van de engelen die om je heen zijn. Hè? Dat je een nieuwe periode aangaat, eigenlijk aangaat prikken in jouw leven. Met een bepaalde synchroniciteit, met een bepaalde harmonie. Dus er gaat het een en ander veranderen deze periode. Nu is er natuurlijk deze video, kun je eigenlijk voor 3 maanden zien. Want ik zal in de zomerwende, zal ik ook een nieuwe video online gaan zetten. En dat is in juni. Dus dit kun je echt wel zien dat de komende 3 maanden deze reading... voor jou bestemd zou kunnen zijn. En nu weten we natuurlijk allemaal, het zijn collectieve berichten, waarbij het dus niet met iedereen zal resoneren. Neem echt het stukje wat voor jou belangrijk is en wat passend is. En laat de rest lekker los. Ik zeg, laat de rest los. En vooral belangrijke elementen, dat je dingen loslaat wat niet meer in jouw leven past. Wat jou blokkeert, wat je tegenhoudt om te gaan groeien. Innerlijk dus je rust zoeken zal er ook voor gaan zorgen dat jij een nieuwe stroming gaat ervaren. En die stroming heeft dus echt met jouw spirituele ontwikkeling te maken. Het stukje vooruitgang. Ik pak het dek op synchroniciteit. Komt er ook weer aan het onderkant dek. Weer met die engelenboodschappen. Die communicatie met de dubbele cijfers. Kijk eens. Er is een hele wereld buiten je eigen bubbel. Stap uit je kluizenaarsmodus. Afgezonderd. Dit is nou de periode waar we velen in hebben gezeten. Maar dat is nu natuurlijk ook weer. Als het mooie weer gaat beginnen. Kan ik dan aan mezelf dan relateren. Dan wil ik het eerst hier in huis weer lekker allemaal opgefrist hebben. Dan wil ik mijn tuintje in orde hebben. En dan pas ga ik weer afspreken. Of ga ik weer... echt de buitenwereld in. En dit kan dus ook in jouw energiestroom zo zijn. Dat je gewoon weer even moet wennen aan die switch. Want het is ook best wel een omschakeling. Als we maanden in die hermit positie hebben gezeten. Om dan weer echt die buitenwereld in te gaan. En dat kan dus ook betekenen dat... wat ik zojuist met die intro stukje vertelde. Dat als jij in die mannelijke energie gaat stappen. Dat dit jou ook uit kan putten. En dat komt gewoon omdat jij in die hele zachte energie hebt gezeten. En die mannelijke energie is daadkrachtig. Die wil ervoor gaan. Die wil vooruit. En
ja, of het nu te veel energie kost of niet, ja, dat kom je dan pas daarna achter. En dat is dus die overschakeling. Dus op tijd afwisselen met jouw balans terugvinden, jouw energie weer even up-to-date maken, hè, in je bubbel, wat ik al vaker zeg, dan zul je ook merken dat je het wel langzaam weer op kunt gaan bouwen. En dat je ook weer volop kunt gaan genieten van de periode die er dus nu aan gaat komen. We krijgen focus. Creëer succes door je op één ding tegelijk te richten. Zo wordt je energie goed benut. Kijk, we hebben het zojuist over energie, maar ik heb het ook gehad over zaadjes die geplant zijn. En die dus nu mogen gaan groeien. En voor sommigen die kunnen heel veel zaadjes planten en die hopen dat het allemaal uit gaat komen. Maar je kunt natuurlijk ook de focus op één element leggen wat voor jou het allerbelangrijkste is. Stel dat het werk is of stel dat dit een cursus is die jij heel graag zou willen gaan volgen, maar de financiële middelen nog niet voor hebt. Dat jij het als focus hebt van oké, ik ga meer geld genereren. Ik ga dit op deze manier doen. Ik pak hier mijn stappen voor op en ik maak een schema en ik ga hier echt voor. En dat is dus meer ook toch de mannelijke energie van het oppakken en het doorpakken. Maar toch ook dicht bij jezelf blijven van oké, dit kan ik investeren. Want dit is haalbaar voor mij qua energie. Hier put ik mezelf niet in uit. Als beloning kan ik bijvoorbeeld die cursus gaan doen. Of kun je op vakantie. Of geen idee waar jij de focus op wil gaan leggen. Maar dat zorgt er dus ook voor dat de energie dan met jou gaat werken. In het voordeel. En dat is dus waar het eigenlijk allemaal omdraait. Maar we gaan eens even met de tarot nog wat extra kaarten leggen. Wat mogen we weten? Ik weet trouwens niet of dat het allemaal goed in beeld is. Anders leg ik dit even iets omhoog. Ik heb mijn camera namelijk gebruikt voor andere coaching doeleinden. Waardoor het nu even weer op een andere locatie staat. Qua richting. Oké, chariot op kop. Oké, interessant. Dat is eigenlijk, want ik onderkant daar krijg wel de 8 van staven. Interessant dat die samen gaan komen. Chariot is natuurlijk die vooruitgang, verschuiving, het doorpakken. Een stukje controle, actie. Hè? En het gaat er nou eigenlijk over het stukje controle los te weten laten. Ondanks als je niet weet welke richting je op gaat, een stukje onzekerheid wellicht die daarmee speelt. Jij wordt ondersteund, jij wordt begeleid. Het is dus nu aan jou of jij die begeleiding ook gaat toe-eigenen. Of dat jij de snelheid die daaraan gekoppeld staat, de boodschappen die dus in de positieve richting aan het stromen is, ook gaat gebruiken. Positieve stroming in de zin ook waar emoties in balans zullen zijn. En nu zullen mensen denken, yes, er komt een liefde op mijn pad. Dat wil die kaart niet altijd zeggen. Dit voelt voor mij nu even in jouw eigen energiebalans. Maar we gaan eens kijken. Misschien komt er op liefde nog wel iets naar voren. Wie weet, we wachten het even af. Ik weet dat van tevoren natuurlijk ook nooit voordat ik een reading begin. Ik krijg meestal met de vorige meditatie wel wat dingetjes door, maar niet altijd een hele verhaallijn. We krijgen de Temperance erbij en de 6 van zwaarden. Het is toch een vertrek element. We zagen zojuist net al de page van bekers en we krijgen de koning van bekers erbij. Dat is het pad waar jij nu naartoe gaat. Jouw mannelijke energie, waar je je eigen misschien oncomfortabel in het begin nog even in voelt zitten. Daar ga je dus nou in groeien. Ben je als man als vrouw aan het kijken, maakt dus helemaal niks uit, want we hebben allemaal beide energiestromen in ons eigen systeem zitten. Het kan dus zijn dat jij een bepaalde beslissing dient te nemen waarbij jij afstand gaat doen van een bepaalde situatie waardoor jij je balans niet meer kon creëren. Waarbij jij lang in je geduld hebt gezeten, maar dat je ook merkte van oké, dit is een stagnerende energie, het maakt me onzeker, dit is niet waar ik maar naartoe wil gaan, ik wil mijn balans weer terugkrijgen. Dus ik kies voor mezelf. En welke moment jij ook voor jezelf kiest, dit zal een verandering teweeg brengen, een verschuiving. En je wordt dus ondersteund vanuit het hogere goed.
Voor sommigen kan dat zijn dat jij naar een hele lange ja, periode van commitment met iemand ja, de stekker eruit trekt, om het zomaar grof even te zeggen. Omdat je merkt van ja, ik blijf maar doorgaan, maar dit is niet hoe ik wil connecten met iemand. Of het was eerst altijd prettig en op een gegeven moment merk je van ja, dit is gewoon niet meer de match waarmee ik wil mee, ja, waar ik mee verder wil, omdat jij aan het veranderen bent. En als de ander niet aan het veranderen is, ja, dan heb je al een disbalans natuurlijk. Dus er gaat heel veel verschuiven. Dit kan dus ook op werkgerelateerd vlak zijn, maar ook zeker in vriendschappen, keuzes voor wat betreft opleidingen kan dit zijn. Want het voelt voor mij sommigen ook dat ze bezig zijn geweest met een opleiding. En dat het gewoon niet meer compatible was. Dat je het eigenlijk meer energie kostte als dat jij daarvan kreeg. Waardoor je dus ook merkt van oké, dit sluit eigenlijk niet meer bij mij aan. Terwijl toen jij eraan begon, dat je vol energie was. En dat is helemaal weg aan het appen. Je gaat je passie wel weer terugvinden. Maar dat kan pas als jij naar die vernieuwing toe bent gegaan. Dus we gaan eens even kijken wat er nog meer naar voren mag komen. Kijk eens de maankaart. De maan staat natuurlijk ja, voor meerdere aspecten. Is een kreeftenergie, waterelement. We zien net ook al de koning van bekers natuurlijk. Ook waterelement. Kreeft, schorpioen of vissen. Maar het kan dus ook staan voor bepaalde angst. Wat jou aan het weerhouden is om door te pakken. Angst om misschien scheve gezichten te krijgen, bepaalde opmerkingen van andere mensen. Of dat je zelf inderdaad het stukje zelfvertrouwen even mist. Dat je onzeker ervan bent. Terwijl als jij het juiste pad blijft bewandelen, dan zul je ook merken dat ondanks dat het af en toe een mysterie is waar we in zitten, dat je toch je intuïtie blijft volgen. Dat je toch het vertrouwen hebt dat het juiste pad er echt wel ligt. Al weet jij zonder eigenlijk enige bagage wat je meeneemt. Want je laat het los, want het oude ga je loslaten. Nu gaat er nog best wel wat intensiteit komen de komende 3 maanden aan retrograde planeten. Noem maar op, allemaal elementen wat mee gaat spelen. Mercurius die retrograde gaat lopen, maar nog echt wel een aantal andere planeten. We hebben dadelijk in juni, of in juli, augustus, hebben ik geloof 5 planeten retrograde lopen. Ik zal hier te zijner tijd ook individuele video's van op gaan nemen, zodat jullie echt op de hoogte blijven wat het allemaal met jou kan doen. Want het is een periode waarbij we dus naar buiten kunnen gaan treden. Maar juist ook weer de innerlijke stukken aangaan en blijven kijken met het stukje loslaten. Kijk, je hoeft je eigen niet meer te verdedigen. Je hebt al veel strijd geleverd. Je bent hier ook sterk door geworden. Maar je hoeft hier niet in vast te blijven zitten. Dus eigenlijk het stukje opgeven van onzekerheid, opgeven van angst, dus het loskoppelen daarvan, zal ervoor zorgen dat jij ja, je eigen vrijer gaat voelen. Dat jij nieuwe ogen gaat krijgen op het nieuwe pad. En nou klinkt dat heel stom, maar nieuwe ogen krijgen op het nieuwe pad. Maar dan bedoel ik eigenlijk jouw derde oog die geactiveerd gaat worden. Dat je innerlijk, intuïtief gaat voelen van dit is my guidance. Hier mag ik naartoe. En vanuit daar kan ik weer gaan creëren. Maar ook zeker manifesteren. Zolang jij het vertrouwen blijft houden dat het allemaal in zijn synchroniciteit loopt qua jouw zielspad. Nu kan het dus zijn dat er een bepaalde commitment verbroken gaat worden op relationeel vlak. Huwelijken die stranden, waar geen doorstroom meer in zit, waarbij de balans weg is gevaren. Waarbij je dus in disharmonie bent. En daardoor kun je dus ook een beetje de controle kwijt zijn geraakt. Dat je daarom ook misschien zoiets hebt van, en nu? Wat nu? Je had een bepaald plan uitgestippeld. Je bent samengekomen met iemand. Heb je een hele fijne tijd mee gehad. En het blijkt nu niet meer zo te matchen als toen. Wat nu?
En die vragen ga jij beantwoord krijgen door jouw innerlijk weten. Door jouw innerlijke stem, connectie met jouw gidsen of met het universum. In welke hoeveelheid of hoedanigheid jij ook connect met welke element dan ook. Het zal voor iedereen anders zijn natuurlijk. Kijk. En dan kun jij echt die vernieuwing ingaan. Dan kun jij, krijg je een beetje die zelfrealisatie van oké, dit is dus nodig geweest. Die verbinding of die situatie of dat moment in mijn leven is nodig geweest om te kunnen ontkoppelen. Het heeft allemaal met die divine interventie ook te maken. Waarbij jij dus nu naar een vernieuwing gaat waarbij bepaalde reflectie is geweest. En dat heeft te maken met een bepaalde saboterende energie. Dit kan van jouzelf zijn geweest, maar dit kan ook van de mensen zijn geweest om jou heen. Waarbij jij geen eerlijke verbinding hebt gehad, waarbij jij meer hebt gegeven als dat je kon ontvangen. En alles wat ontvangen werd, dat het niet altijd even zuiver was. En het hoeft niet altijd gelijk in het het hele negatieve aspect zijn, maar het kunnen wel triggerpoints zijn geweest waarmee jij te maken hebt gehad. Het is nooit geen eerlijke verbinding geweest en daar ga jij nu een afsluiting voor creëren. Jij maakt eigenlijk die we zien hier best veel cirkels en jij maakt nu die cirkel rond, jij sluit hem af. We hebben hier die cirkels, voltooiing van een karmisch stuk. We hebben Shadow Side, de 10 van staven en de 4 van bekers. Dus het heeft als behoorlijke zware last op jou gehangen. En dat heeft er dus ook voor gezorgd dat jij bepaalde keuzes hebt gemaakt uit angst. Misschien ook uit materialistische overwegingen of uit ego. Waardoor je eigenlijk te lang bent doorgegaan in een situatie waar jij je eigen uitgeput kon voelen. Je bleef maar doorgaan. Terwijl je innerlijk misschien voelde van oké, iets is niet meer compatible met mij. Iets is niet meer in de hoedanigheid wat voor mij bestemd is. Maar je bleef toch de focus houden op die lege bekers waar je dus niet de voldoening uit kreeg wat je wel verdient. Want jij bent het waard om het hoogst haalbare te mogen ontvangen. Maar dat mag je zelf ook in gaan zien, uit gaan spreken en vooral gaan voelen in jouw innerlijk systeem. Er wordt een nieuwe handreiking gedaan. Zoals ik in het begin al zei, hè, we hadden die ridder of de page van bekers en de koning van bekers. In het begintraject tot het eindtraject is dus leren omgaan met jouw emoties. Het stukje balans vinden in jouw emoties. En als jij daar een weg in hebt gevonden, dan zul je bepaalde ontkoppelingen kunnen doen. En kun je dus ook naar je eigen krachtpunt gaan kijken. Hè. Kun je het leven weer omarmen. Kijk eens hier, ik leg ze er even bij. Het torenmoment wat dus eerder is geweest, of misschien nog in dit moment gaat komen, zorgt er dus voor dat er behoorlijk wat teweeg gaat brengen in jouw systeem. Nu voelt dit voor mij dat voor de kijkers die nu kijken, ik denk 80-85% die torenmoment al in 2023 hebben gehad. En dat nu de restelementen naar voren komen, waarbij we dus echt opschoning aan het houden zijn. Het stukje ontkoppelen. Je kunt het voorstellen, hè, dat als jij iets aan hebt gekeken. Ik zag wel eens een rij bomen of een stapel dozen. Je ziet nog niet wat er achter die doos of rij bomen staat. Dus als we eerst het rijtje hebben schoongemaakt, dan kunnen we kijken wat staat er achter. Nu is het ook zo natuurlijk dat je iets opgeschoond kunt hebben, maar onkruid blijft ook groeien. Dus ook dat kan weer een beetje gaan groeien. Hè? Dat kan te maken hebben dat met de situatie of verbinding waarmee jij te maken hebt gehad, dat er vanuit de andere partij weer nieuwe energetische koordjes aan worden gelegd. Dan kan dit altijd weer gecreëerd worden. En het is nu aan jou, oké, ik weet wat ik te doen heb. Ik sta in mijn kracht. Ik heb eigenlijk oneindige liefde in mezelf zitten die ik in de juiste factoren toe wil gaan passen. Qua ontvangen, maar ook gaan geven aan anderen. Je weet wat je wil. Je krijgt eigenlijk die vruchtbaarheid tot je om weer iets nieuws te kunnen creëren. Om weer iets nieuws neer te gaan zetten. Een stukje plezier in je leven. Vrouwelijke energie en kracht behouden. Ondanks dat de periode dus in de mannelijke energie zal zitten. Je creativiteit gaat weer geoptimaliseerd worden. Dus er zit echt een hele andere stroming die er aan gaat komen tijdens deze komende 3 maanden.
Ik pak er nog even een korte tijdlijn bij. Met de Lightseers tarot. Ik leg deze even aan de kant. Kijk, 9 van staven op kop. Net als hier. En de 2 van zwaarden. Kijk, ik heb mijn dek gewoon rechtop. Hè? Dus het is, ze komen er echt op kop uit. Een teken dus dat je die keuze hebt gemaakt. Je hebt die knoop doorgehakt. Je gaat ervoor. Je gaat niet meer in die afwachtende positie zitten. Jij neemt de touwtjes weer in eigen handen. Je hebt de keuzemogelijkheden. En je luistert naar je innerlijke stem. Nieuwe fundamentele ondergrond ben je aan het plaatsen. Met de kennis die jij dus tot nu toe hebt gehad. Weet je het ook in het nieuwe segment toe te passen. En het nieuwe segment bedoel ik de nieuwe energiestroom waar we met het collectief in aan het komen zijn. Ondanks dus wat er allemaal gaande is in het collectief veld, ook in jouw persoonlijke leven natuurlijk vormgegeven gaat worden. We krijgen de Ridder van Zwaarden, we krijgen de 8 van Munten, de Koning van Bekers en de 2 van Staven. Okay. De focus ligt wel vooral op jezelf. Wat ik zie is dus best wel jouw eigen ontwikkeling, eigen pijnstukken loskoppelen, die volle beker die achter je staat ook gaan omarmen, die dood en wedergeboorte. Het oude stukje loslaten, het toxische stukje loslaten en de nieuwe kennis die je hebt ook toe te weten passen. En je gaat dadelijk in een periode komen waarbij je een beetje die authenticiteit van jezelf, ik hoop dat ik het woord goed uitspreek trouwens, gaat omarmen. Dat jij in gaat zien wie jij echt diep van binnen bent. Wie jij dus zonder conditioneringen bent. Zonder oordelen van anderen. Zonder pijn. Zonder onzekerheid. Die krachtige energie die jij tot je gaat nemen om mentaal, maar ook de waarheid in te gaan zien. Het stukje balans, creativiteit. Ik voel die energie helemaal stromen van lekker in die energiestroom. Maar toch ben je weer afwachtend. En ik vraag me dan af waarom jij toch weer in die afwachtende stand staat. Je hebt keuzes gemaakt, je hebt bepaalde doelen gezet. Nou is het wel dan tijd om ook verder actie te ondernemen natuurlijk. De focus heb je op 1 punt gelegd. Ja, dat zien we ook, hè, want dat ligt echt wel met de 8 van munten erbij. Maar waarom is het dan toch nog die afwachtende positie? Voor sommigen kan het zijn dat jij te veel in je bubbel nog zit. En dat daarom ware liefde nog niet op jouw pad kan gaan komen. Een soulmate verbinding. En een soulmate kan in het breedste aspect zijn. Hoeft dus niet altijd alleen op het romantische stuk te zijn. Je staat er nog niet open voor. Je bent nog te veel in je bubbel. We gaan nog eens een paar kaarten bijpakken. Waarom krijgen we de 5 van zwaarden? Iemand vindt het lastig om in contact te komen met jou. Die persoon die ziet jou echt als de ware. De persoon waar hij of zij het leven mee zou willen delen. Maar omdat jij zo bezig bent met je eigen groei, spirituele groei of intuïtieve groei, of hoe jij het dan ook wil noemen, vindt die persoon het erg lastig om naar jou toe te gaan komen. Dus, ondanks dat jij bepaalde verwerkingsprocessen hebt, hè, of dat jij een bepaalde connectie verbroken hebt of situatie hebt gewijzigd. En wat ik al zei, voor 85% voelt het echt dat het mensen zijn geweest die al in 2023 bepaalde knopen door hebben gehakt. Mocht jij dus net ergens een keuze in hebben gemaakt, dan zal dit hele aspect wat later in je leven misschien pas kunnen komen. Want de verwerking en pijnelementen dienen eerst opgeschoond te worden voordat je deze verbinding die hier op tafel ligt zou kunnen ontvangen. Blokkerende energie die daarvoor zit, dient eerst opgeschoond te worden. Maar de persoon zou wel heel graag met jou willen matchen, die wilde met jou op uit, die wil het leven samen gaan delen. Alleen,
weet die persoon dus nog niet goed hoe te connecten. Nou, misschien dat we hier nog helderheid over krijgen. Oké, de page van munten. Kan een jonge persoon zijn die jouw leven gaat bereiken. Wil niet altijd in leeftijd zijn. Kan ook qua energiestroom zijn. Waarmee jij eventueel eerder in het leven al geconnect hebt. Hoeft niet pertinent in dit leven te zijn. Ik voel best wel een high commitment qua soulverbinding. Dus het zou zomaar kunnen zijn uit de vorige leven of vorige levens. Waarmee jij in contact hebt gestaan met deze persoon. Waarbij in dit leven dus die samenkomst mag komen. Maar dat er toch nog een bepaalde onzekerheid bij de ander zit. Dat is een feit. Maar communicatie gaat er komen. Ik voel hier best wel... persoon houdt jou wel in de gaten. Ik krijg ook helemaal kippenvelden van. Dus het is echt wel dat persoon jou best wel in de gaten houdt. Ook wel navraag doet bij anderen. Van God, hoe gaat het met die en die? Heb je die nog wel eens gesproken? Stel dat jij recentelijk uit een relatie bent. Dat er gevraagd wordt van God. Wil die persoon single blijven? Of staat hij of zij er al open voor? Om eventueel met iemand even op pad te gaan. Of leuke dingen te doen. Je wordt in de gaten gehouden. Het is niet zo in de zin van het stukje... heet dat toch? God, ik kom niet op de naam. Stalking. Nee, het is wel nog in de nette marge, zeg maar. Maar de wereldkaart geeft aan dat als er een cyclus voltooid is, dat er wel iets nieuws kan gaan stromen. Waarbij die connectie er kan komen. Waarbij die samenkomst kan komen. Een stukje geluk samen willen delen. De persoon wil echt jou op handen dragen. Die ziet jou ook echt als een persoon om oud mee te worden. Dus mocht dit jouw energiestroom zijn, nou ja, zet je hart open. Zet die barrière van je af. Laat die bubbel openbreken. Dat je niet te veel in de vrouwelijke energie blijft zitten. Maar dat je ook echt wel erop uitgaat. Dus die wereld in gaat stappen. Met vriendinnen, met vrienden afspreken. Terrasje pakken dadelijk als het weer echt heel mooi weer gaat worden. Nu is het natuurlijk al best wel wat mooie dagen wat we hebben gehad. En wat er ook nog zal gaan komen natuurlijk. Maar meer ook de festivalletjes of de barbecues of verjaardagen waar je op uitgenodigd zal gaan worden. En dat zal ervoor zorgen dat daar die persoon misschien weer ook zal zijn. En dat je zoiets hebt, hey, jou heb ik al lang niet gezien. Als het een bekende is van dit leven. En anders zul je echt zo'n moment hebben van, hey, ik heb het gevoel dat ik jou al heel lang ken. Zo, zeg maar. Dat kan er dus gaan ontstaan. En als dat het moment is, dan zul je ook merken van, oké. Het is de tijd. Als je ook 11-11 geven ze duidelijk aan als je veel 11-11 ziet. Of 13-13. Geen idee wat 13-13 betekent. Durf ik zo niet te zeggen. 13-13. Dus dat is misschien jouw herkenningspunt vanuit de engelenwereld. Qua synchroniciteit dat jij dan op het juiste pad zit. Nou, lieve mensen, het is een behoorlijk lange reading geworden vandaag. Ik hoop toch dat dat je er iets aan hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter, mocht dit jouw video zijn. Ben je nog niet geabonneerd, lijkt het me ontzettend leuk als je je eigen abonneert op dit kanaal. Daarbij pik ik de energie van het collectief veld, wat dus gekoppeld is aan mijn kanaal ook eerder op, waardoor readingen eerder met je zullen resoneren. En dan wil ik jullie voor nu in ieder geval nog een hele mooie dag toewensen. Hele mooie 3 maanden natuurlijk. En dan graag tot de volgende video. Doei doei!